overvolle AZC's met vluchtelingen die op de grond slapen en gemeenten die onder politieke druk extra mensen opnemen. De opvang van asielzoekers was vorig jaar een behoorlijke chaos. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat er in 2021 bijna 25.000 asielaanvragen werden gedaan. 80% meer dan in 2020. Ja, meneer Latte, dat zijn behoorlijke cijfers. Wat is de oorzaak van de stijging van het aantal asielaanvragen? Het heeft enerzijds te maken met een eerdere dip. We moeten uitgaan van, we hebben toch een jaarlijkse instroom zo van zo'n 20.000 asielzoekers. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, zag je dat de aantallen terugliepen. Het was natuurlijk moeilijker om te reizen. Je kon minder makkelijk komen. En nu zagen we in 2021, dus toen alles weer makkelijker werd om te reizen, toch een inhaalvraag. Het veert weer op, zou je kunnen zeggen. Daarbij zijn er ook daadwerkelijk oorzaken te noemen, zoals Afghanistan, wat er gewoon als brandhaard bij is gekomen. Dus dat maakt allemaal dat we nu boven dat jaarlijks gemiddelde, langjarig gemiddelde zitten. Het waren 25.000 eerste asielverzoeken en ook 10.000 nareizigers. Dus een totaal 35.000 extra asielverzoeken. Ja, niet iedereen mag blijven. Nee, er is een duidelijke piek ook nog eens in augustus. Hoe zit dat? Nou, tweede kwartaal vooral. Toen begon de piek. Ja, dat hangt toch met dat reizen samen. En Afghanistan, het ophalen van vluchtelingen en de brandhaard Afghanistan was natuurlijk tweede helft van het jaar. En dat aantal nareizende familieleden, we kunnen zeggen dat aantal verdubbelde bijna. Hoe komt dat dan? Dat ook zij. Nareizigers, ja, dat zijn mensen, familieleden van mensen die een asielstatus, verblijfstatus hebben. Die doen een aanvraag om ook te mogen komen. Dat wordt ook makkelijker gefaciliteerd. Maar ja, je kunt wel een visum hebben om naar Nederland te komen. Maar als er geen vliegtuig gaat, dan komen ze niet. Met dat vrije worden van het reizen kwamen ze alsnog, zou je kunnen zeggen. Dus er is altijd een inhaalvraag. Die inhaalvraag gaan we trouwens nog krijgen, ook dit jaar weer. Want als we een piek in eerste asielverzoeken zien in het najaar van 2021, dus een paar maanden geleden, dan kunnen we er alvast mee rekenen dat de nareizigers dit jaar gaan komen, vanaf dit jaar. Dus in de opvang kunnen ze daar ook al rekening mee houden. Ja, de druk op Europa zal de komende jaren toenemen, maar er is nog geen eenduidige Europese aanpak. Nog langer wachten op overeenstemming is niet verstandig, vindt VVD-Europarlementariër Malik Asmani. Het heeft geen zin om als lidstaat zelf in je eentje het op te lossen. Dat kan niet eens. Er worden weer nieuwe voorstellen gedaan vanuit de Europese Commissie, dat die 27 landen niet eens zijn met hoe je dat nou moet aanpakken. Maar ik vind eigenlijk dat je daar niet meer op zou moeten wachten. Desnoods ga je met een serie landen die wel bereid is om die controle aan die buitengrenzen van de Europese Unie, om die daar te bewerkstelligen, om met die landen aan de slag te gaan. Ik snap heel erg goed dat een land als Spanje of Griekenland niet verantwoordelijk wil zijn voor alle asielaanvragen en voor alle vluchtelingen die via hun buitengrens eigenlijk de Europese Unie binnenkomt. Maar dat betekent wel dat daar de registratie moet plaatsvinden en dat andere lidstaten dan ook bereid moeten zijn om mensen die echt vluchtelingen zijn, om die dan op te nemen. Ja, meneer Asmani pleit eigenlijk voor controle aan de buitengrenzen en dan met een kleine groep lidstaten dat regelen. Is dat een goed idee? Nou, wat je gaat zien, en dat staat in het coalitieakkoord, dat ze met koploperlanden toch iets willen doen wat niet alle EU-landen willen doen. Maar wat je gaat krijgen, wie zetten de hakken in het zand op dit moment? Dat zijn de Oost-Europese landen. Dat is Tsjechië. Nieuwe regering heeft gezegd, daar gaan we niet aan meedoen. Polen niet, Hongarije niet. Wat je krijgt met koploperslanden is dat ook in de herkomstlanden horen ze deze berichten. Dus die stroom die richt zich niet meer op Oost-Europa, maar die gaat naar die koploperslanden. Dus je krijgt een soort waterbedeffect. Dus die komen naar ons? Ja, eigenlijk in plaats van naar Oost gaan ze naar West als je dit beleid gaat volgen. Dat is wel, dan moet je rekening mee houden. Dat zijn de consequenties. Ja, en we hebben natuurlijk nu op dit moment ook de spanningen aan de grens van Oekraïne en Rusland. Is daar nog volop aanwezig. En ja, mocht het daar uit de hand lopen, kunnen we dan verwachten dat al die mensen ook naar ons toe zullen komen? Ze gaan niet de andere kant op. Nou, in Rusland zullen ze niet gaan. Naar het zuiden gaan ze ook niet. Ze kunnen maar één kant op. Dat is naar Europa. Oost-Europa is veel strikter, stringenter in de opvang. Het is niet zo prettig om daar opgevangen te worden, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Dus men wil doorreizen. En we hebben dat nu al gezien met Wit-Rusland, Belarus. Ja, ze zijn er in Belarus, ze blijven er niet. Ze willen naar Engeland of naar Nederland, naar het westen. Westwaart. Dat is de trend. Ja, meneer Karmans, de gevolgen hebben we al enigszins gezien. Gorkum, Venray, Enschede en ook Rijnmond. Ze werden onder politieke druk gezet om locaties voor asielzoekers te openen. Ja. Ook uw regio dus. Ja. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?
Nou, ik zal maar hier niet herhalen wat ik daar toen over gezegd heb. Over die vermeende aanwijzing. Kijk, maar het laat wel zien hoe ontzettend ingewikkeld het allemaal is. En wat voor enorme nood er is bij AZC's. Maar ook hoe lastig dat is voor gemeenten om dat allemaal op te lossen. We hebben te maken met een enorme wooncrisis. En we proberen dus onwijs veel bij te bouwen. Te zorgen dat kinderen die nu op de ouders van een zolder moeten blijven wonen, dat we die een huis kunnen bieden in bijvoorbeeld een stad als Rotterdam. Maar tegelijkertijd moeten we, nou, als we kijken naar bijvoorbeeld naar vorig jaar, 1000 statushouders huisvesten. Nou, dat is echt een enorme klus. Dus dit gaat zo niet langer. Dat is eigenlijk een beetje wat de heer Lat natuurlijk ook aangeeft. Het gaat om bijna een stad die je erbij moet bouwen. Dus ik vind het heel verstandig dat de Europese Unie daar volgens mij aan de slag gaat en gaat kijken naar hoe kunnen we dit op een normale, goede manier doen. En ook als je vastzit in die eeuwige vergadercultuur daar, hoe kan je toch met een aantal landen die wel iets willen doen, toch iets voor elkaar krijgen? Maar ja, het punt is dat wat de EU wil doen, wat ik nu hoor, is dus, hij heeft als gevolg waarschijnlijk dat de stroom in Nederland groter wordt en dan wordt het probleem nog groter. Ja, dus je moet heel verstandig kijken naar wat je doet. Alleen zoals het nu gaat, dat is even één ding wat heel helder is. Dat gaat niet werken. Dat is precies de spanning van het moment, hè? Nou, daar houden we het voor.